Nou, deze tegel is ook de naam van het project. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat is een uitspraak van Jacob Kots. Bij het verpleeghuis De Linde van het Leger des Heils werd woensdagmiddag gepraat over tegeltjeswijsheden. Dat werd georganiseerd door de Vogelbuurt en Stichting Voorlezen. Ik heb dit project georganiseerd namens het Vogelnest. Om elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, uitspraken te verzamelen in de Vogelbuurt. En mensen bewust te maken van wat er 400 jaar geleden speelde in Nederland met de synode. De middag had een belangrijk thema, namelijk de stadsdichter van die tijd, Jacob Kats. Nou, Jacob Kats was destijds de eerste dichter die echt in het Nederlands schreef. En zijn boek met verhalen, dat lag eigenlijk in elk Nederlands gezin, stond dat naast de Bijbel. En ja, dat werd gewoon door elk Nederlands gezin gelezen. Dus we vonden het leuk om de Dordtse synode en Jacob Kats weer eens een keer voor het voetlicht te halen. Onder het genot van een bak koffie of thee bedachten de bezoekers zelf ook tegelwijsheden. Maar is dat nog wel van deze tijd? Ik denk het wel. Wat oudere mensen hebben ook echt wel tegeltjes bijvoorbeeld in de wc hangen met een wijsheid. Maar ook op internet worden allerlei tegelwijsheden of loesje-achtige uitspraken gedeeld. Dus het is nog steeds actueel. Tot 1 april kunnen Dordtenaren wijsheden delen op detegelvandort.nl. Ik roep vooral mensen op om nog meer wijsheden in te leveren. En het zou leuk zijn als het een link heeft met de Vogelbuurt. En dan kunnen we hopelijk 100 tegels van 50 bij 50 centimeter gaan realiseren voor achter de ramen bij mensen.